Welkom bij Eagles Televisie. Vrijdagavond de wedstrijd, de Go Ahead Eagles Sparta. En dat is een regelrechte topper. Belangrijke wedstrijd, vooral ook voor Go Ahead Eagles. We praten erover met trainer Erik ten Hag. En de toto wordt vandaag ingevuld door Khalid Karami. En waar vinden we de ploegen terug? Sparta strijdt om het kampioenschap en heeft 49 punten uit 25 wedstrijden. Go Ahead Eagles staat op de 7e plek met 41 punten uit 26 wedstrijden. Erik ten Hag, morgenavond, ja, daar hoeven we eigenlijk weinig over te vertellen. Wat een geweldig affiche, Go Ahead Eagles tegen Sparta. Ja, ik denk dat er juist veel over te vertellen valt, toch? Inderdaad. Maar je zegt het al, affiche is prachtig. We spelen tegen de koploper, is voor ons een grote uitdaging. Tegen een ploeg die power voetbal speelt. Tegen een ploeg waar wij het heel moeilijk tegen hebben gehad. Maar dat was ook heel lang geleden. Nou, voor ons is dus de uitdaging onder die hele grote fysieke weerstand om daar onderuit te voetballen en ons spel te spelen. Er onderuit voetballen, zeg je, hè? Maar je hebt ook vaak gezegd van wij gaan ons eigen spel maken en we leggen de wil op aan de tegenstander. Ja, maar dat is ook wat ik bedoel. Wij gaan weer ageren. Om het woord nog maar weer eens te gebruiken. En wij zullen inderdaad ons eigen spel gaan spelen. Het woord gaan we inlijsten hoor, ageren. Ja, dat mag je doen. Hè? Maar wij, dat gaan we ook doen. Wij gaan ons eigen spel spelen. En wij gaan ons zeker niet aanpassen aan Sparta. Maar je moet wel rekening houden met de manier hoe hun spelen. En ja, dat is heel veel power, heel veel fysieke kracht. En daar zullen wij weerstand aan moeten bieden. En ook aan de bal dus. En vooral aan de bal. Daaronder uitvoetballen, hè, onder die grote weerstand. Maar Sparta is ook een ploeg wat kan provoceren. Ze staan hier voor niks bovenaan. En ja, die weten hoe ze wedstrijden moeten winnen. En nou, dat is dus voor ons is dat zo'n momenten die wij moeten verbeteren. En daar hebben we al heel veel over gesproken het afgelopen jaar. Afgelopen wedstrijd tegen Excelsior ging dat goed. Tegen Emmen daarvoor was het minder. Die wisselvalligheid die moet eruit richting het einde van het seizoen. En we hebben een paar nog meer mooie affiches. En wij kunnen een hele belangrijke rol gaan spelen in het kampioenschap in de Jupiler League. Omdat we alle toppers krijgen we nog. En wat bedoel je daar nou precies mee? Dat we een rol gaan spelen? Nou, omdat degene die het kampioenschap uitmaken, die treffen wij nog. En dus wij spelen een rol. En daarbij willen wij natuurlijk... hebben wij zelf hele grote belangen door om in die play-offs te komen. Is dat dan de vijfde positie of denk je aan nog veel meer? Nou, ik denk van wedstrijd naar wedstrijd. Het zijn allemaal finales. Zo hebben wij de afgelopen 3 wedstrijden beleefd. En zo is het morgen ook weer een hele grote finale. Alleen deze tegenstander is wat beter dan de afgelopen 3 wedstrijden. Door het wegvallen van Veendam heb je straks in april 2 vrije weekenden. Kan dat een voordeel zijn richting die eindstreep? Rust pakken, een mooi trainingswedstrijdje meenemen, et cetera? Ja, dat is allemaal hypothetisch. Het is nog maar net gebeurd dat Veendam ook moet afhaken. Vreselijk voor de continuïteit in de Jupiler League. Wij zullen zien hoe wij daar op korte termijn invulling aan gaan geven. Daar wil ik mijn gedachten nog even over laten gaan. En dan het juiste programma ontwikkelen. Terug naar morgenavond, de wedstrijd tegen Sparta. Dynamiet? Ja. De spelers zijn heel ambitieus en heel gedreven. Er zit een geweldige beleving en plezier in de groep. En die zijn er klaar voor om Sparta tegemoet te treden. En ze willen die handschoen heel graag oppakken. En weer een Rotterdamse ploeg. Ja, nou, Excelsior, daar doel je op. Ja, er is maar 1 stad in Nederland hè, wat 3 BVO's huisvesten. En dan kan het gebeuren dat je 2 keer achter elkaar tegen een Rotterdamse ploeg speelt. Maar het zijn qua culturen... En ook qua spelstijl totaal verschillende ploegen. Ik wens je morgen heel veel succes, Erik ten Hag. Dankjewel. Khalid Karami, vaste waarde voor Go Ahead Eagles. Morgen een mooie wedstrijd hè, tegen Sparta. Ja, een hele mooie wedstrijd. Wat verwacht je ervan? Een spektakel. Spektakel? Ja. Spektakel in de vorm van? Dat wij gaan en moeten winnen. We hebben hier de toto en als laatste pakken we die wedstrijd Go Ahead Eagles Sparta. Wat vind je van de rest? We beginnen met Almere City Cambuur. Ja, Almere City Cambuur, kunstgrasveld hè. Dus ik denk dat het daar of een gelijkspel wordt of Almere City wint. Maar ik ga toch voor een gelijkspel. Ja? Ja. Excelsior Den Bosch. Ik denk dat Den Bosch wint. FC Emmen, Telstar. Emmen wint. Volendam, Fortuna. Volendam wint.
Helmond Sport Eindhoven. Helmond wint. MVV De Graafschap, dat is ook een mooie wedstrijd. Toch voor een gelijkspel. Dat is gunstig voor de Eagles. Ja, nee, zeker. En FC Dordrecht, FC Os. Ga ik ook voor een gelijkspel. Ja, en die laatste wedstrijd Go Ahead Eagles Sparta, dat moet niet zo moeilijk zijn dan, hè? Als ik jou zo mag horen. Nee, zeker niet. Wij moeten winnen. Dus ik ga voor de winst. Oké, okay, dankjewel Khalid Karam. Alsjeblieft. Hey Monique. Hey Rob. Mag ik je even storen? Jazeker. Sorry dames, maar ik moet even Monique spreken. Hi Monique. Hallo. Hoe is het? Ja, goed. Is het druk vanavond? Ja, het wordt lekker druk. Ik wil eens even kijken hoe het met jouw werk gaat. Zullen we eens even kijken? Ja. Waar zit jij precies? Zenuwcentrum hier. Dit is het zenuwcentrum. Tenminste met de wedstrijddag. Hoe druk is het normaal? Hoe laat begint dat? Dat loopt de hele dag door, vanaf 9 uur en eigenlijk de hele week. Telefoon die gaat meteen. Ja. Ik zie dat de luiken nog dicht zijn. Wanneer gaan die open normaal op een wedstrijddag? De kassas gaan om 7 uur altijd open. Het is hectisch of niet? Het is vandaag helemaal hectisch, maar dat is altijd wel leuk. Dat geeft aan dat de club weer in beweging is en leeft. Dus, wat maakt jouw werk nou zo leuk? Het contact met de mensen, het saamhorigheidsgevoel, samen Go Ahead Eagles zijn. Ja, dat vind ik heel erg leuk. Ik heb met medewerker ticketing, hoe lang van tevoren ben je al bezig? De wedstrijd zelf, met een wedstrijd ben ik 3 weken van tevoren begin ik daarmee. Zo. 2 weken van tevoren gaat hij in de verkoop. En dan komen aanvragen binnen, kaarten opsturen, van alles. Ja. Nou, ik zie de mensen al binnenkomen, dus ik zou zeggen, ga lekker verder. Hey, dankjewel voor je belangstelling, voor je tijd, vooral ook eventjes. Ja, graag gedaan. Sterkte met je werk. Ja, bedankt.